Mijn naam is Ari Hartog. Ik ben directeur gemeentebelasting en basisinformatie Drechtsteden. De, de hoogte van de worstwaarde is een beladen onderwerp. Het gaat immers over je eigen huis. En je eigen huis, dat is emotie: als je het aankoopt of als je het verkoopt, als je erin woont of als je er belasting over moet betalen. En huiseigenaren betalen belasting over de hoogte van de worstwaarde. Jaarlijks waarderen gemeenten zo'n 7,6 miljoen woningen. En in 2014 waren 2,4% van de woningeigenaren niet met de waarde eens. Ze vonden hem te hoog of te laag. En dat waren er maar liefst 182.000. En dat is een hele stapel als je die ziet. Dat afwikkelen van bezwaarschriften heeft hoge uitvoeringskosten tot gevolg. Daarop kunnen we besparen. En dat kan door huiseigenaren te betrekken. En zodoende ontstaat er meer vertrouwen en lopen de kosten terug. Zo is gebleken, investeren in vertrouwen loont. Ik neem u graag mee op reis langs vier inspirerende praktijkvoorbeelden. We starten de reis in Noord-Brabant. In 2012 startte de gemeente Tilburg met de proef Mijn Was in een deel van de gemeente. Ze maakten daarvoor een slimme webapplicatie. Op die webapplicatie konden huiseigenaren de waarde van hun woning inzien en ook welke gegevens gebruikt waren om de waarde vast te stellen. Was men het er niet mee eens, dan kon men aanpassingen doen. Dat kon zowel gelden voor de objectgegevens als voor de waarde van de woning. De gemeente controleerde die gegevens en dat leidde mogelijk tot wijzigingen. Als die wijzigingen er waren, dan kregen huiseigenaren de goede aanslag. Onderzoek wees uit dat deze proef succesvol was. Het leidde tot betere bestanden. Bezwaren namen af en heel belangrijk, de tevredenheid nam toe. En zo volgde invoering in de hele gemeente Tilburg. De gemeente Tilburg heeft zijn project Mijn bos genoemd. Zij waren de mede-grondlegger voor de inspraak op bosgebied in Nederland. De gemeente Bos heeft weer een andere, ook zeer effectieve aanpak. Als wijzigingen aan woningen zijn aangebracht... Of sterke waardewijzigingen plaatsvinden, dan stuurt de gemeente vooraf een brief met toelichting. Een telefoonteam staat klaar om vragen te beantwoorden en als het nodig is correcties te verwerken. En de gemeente Den Bos heeft nog een noviteit. De vaste kern van bezwaarmakers benaderen zij vooraf met het verzoek of een nadere toelichting op de waarde noodzakelijk is. En dat is wel heel gedurfd. Vaste bezwaarmakers actief benaderen. Als de aanslagen verzonnen zijn, kan ook contact opgenomen worden met de gemeente. Dat is dan met een taxateur. En als dat gesprek leidt tot een verandering, dan zorgt de gemeente voor de aanpassing en is niet de hele ingewikkelde bezwarenprocedure nodig. De gemeente Zettenhoog een Bos heeft uitstekende resultaten geboekt. Want was het percentage bezwaarschriften in 2011 nog 4,7, in 2014 bedroeg dat aantal nog slechts 0,8 procent. Daarmee halen ze misschien wel de beste resultaten van Nederland als het gaat over het verlagen van het aantal bezwaarschriften. Rotterdam heeft weer gekozen voor een heel andere aanpak. Ze zitten in op goed contact met de meervoudige huiseigenaren. Dat zijn huiseigenaren die meerdere woningen op naam hebben. En dat is traditioneel een groep die massaal bezwaar maakt. Tussen de gemeente en de huiseigenaren vindt uitwisseling plaats van de objectgegevens, maar ook van de wenswaarden. Daarover vindt overleg plaats en er wordt fors geïnvesteerd op de relatie. Dat is niet eenvoudig. Want de gesprekspartners zijn zeer ervaren vastgoeddeskundigen. Met een uitstekend inzicht in hoe de markt werkt. En dat gaat er soms voorzichtig aan toe. Zowel de gemeente als de huiseigenaren willen namelijk een waarde die hen goed past. En dat is geen handjeklap. Dat is een hard en ver spel. Met soms harde gesprekken, maar die leiden tot een mooie uitkomst. Een objectieve waarde waarin zowel de eigenaar als de gemeente zich kan vinden. En dat heeft tot resultaat geleid. Inmiddels maken 30 meervoudige huiseigenaren geen bezwaar meer. Die behoren tot het verleden. De drechtsteden geven inzicht met hun waarde- en woonlastenoverzicht. Daarin wordt niet alleen de worstwaarde in beeld gebracht, maar ook alle andere facetten die te maken hebben met de woonlasten voor een huiseigenaar. Dat varieert van verzekeringskosten tot gemiddelde hypotheekrenteaftrek. Maar ook de OZB en de hoogte van de waterschapslasten. Vanaf het najaar kunnen huiseigenaren de waarde inzien van hun pand, maar ook welke objectgegevens gebruikt zijn om de waarde van hun pand vast te stellen. Daarbij wordt ook veel gebruik gemaakt van geo-informatie. Zo kan men bijvoorbeeld zien hoe ver de afstand tot een basisschool is, maar ook waar de dichtstbijzijnde supermarkt ligt. En er is nog wat iets bijzonders: de waardeontwikkeling. En de OZB over een periode van vier jaar zijn vermeld op het waarde- en woonlastenoverzicht. Via internet kan de eigenaar wijzigingsvoorstellen doen. Die worden beoordeeld. Als het verzoek gehonoreerd wordt, wordt de waarde aangepast. Of wordt het objectgegevens aangepast. Of beide, dat kan ook. Bij onduidelijkheden bellen medewerkers met de eigenaar en stemmen verder af. De afwikkeling vindt verder digitaal plaats voordat de aanslag wordt opgelegd. En zo kan het dat iemand... Die aanslag krijgt die hij ook verwacht. De proef in de rechtsteden is geslaagd. Het percentage bezwaarschriften is gedaald van 2,4 in 2013 tot 1% in 2014. Ik heb u vier voorbeelden laten zien van hoe burgers kunnen worden betrokken bij de waardevaststelling van hun woning. Ik begon ermee dat de waswaarde emotie is. Dat was het, en dat blijft het. Ook in nieuwe aanpakken. Het gaat erom dat we die emotie op de juiste waarde weten te schatten. Elk van de deelnemers hebben gekozen voor een eigen aanpak. Die past in hun eigen omgeving met hun eigen dynamiek. En ze hebben allemaal een positief effect. Betere worstbestanden en betere en betrouwbare waarden. En dat is mooi. Dat is mooi dat dat gelukt is. Er is wel een investering voor nodig, maar daarna komt het rendement. In kosten en misschien nog wel belangrijker in vertrouwen. Want daar gaat het om. Gemeentes laat je door de voorbeelden inspireren en ga ermee zelf aan de slag. Vergroot het vertrouwen van de inwoner, dan komt de efficiëntie vanzelf.